Baal je dan niet als een stekker dat je niet zelf nog een goal maakt? Ja, ik vind scoren altijd leuk, maar ja, in deze wedstrijd was dit nodig en ja, het heeft geholpen. Ja, Davy, had je dat gedacht toen je vanochtend opstond? We gaan historie schrijven met Ajax. Nee, eigenlijk niet. Ik had natuurlijk wel gehoopt op een makkelijke wedstrijd uiteindelijk, maar dit had ik niet verwacht. Ja. Hoe gaat het op een gegeven moment dat je de goal na goal vliegt erin en dan, het gaat maar door. Ja, wat je zegt, het ging maar door. En ik denk dat het wel goede, we bleven scherp. Dat helpt. Alleen op een gegeven moment leek het alsof elke bal erin vloog. Ja. Was dit de slechtste tegenstander waar je ooit tegen gespeeld hebt? Ja, het is al de laatste zeker niet de slechtste, want er zijn ook nog slechtere waar we tegen hebben gespeeld. Zeiden een totale off day en wij deden het goed. Ik denk als je Ajax zijn tegen VVV goed speelt, dat je dan altijd makkelijk wint. Ja. Wat ging er precies goed bij jullie? Want alles leek te lukken. Ja, nee, we speelden eigenlijk, je kan het noemen vrij simpel eigenlijk. Van mannetje naar mannetje wachten tot er iemand vrij kwam en... Niet te veel gekke dingen, gewoon simpel spelen en dat werkt vandaag goed. Op hoeveel procent speel jij deze pot na? Nou, wel 100%. Ja. 100% focus, want ik denk anders kan je ook niet als team zo'n wedstrijd spelen. Ja. En dan ziet het er misschien makkelijk uit. Ja, precies, maar ik kan me voorstellen dat je misschien met uitzicht op dinsdag zoiets hebt op een gegeven moment van, weet je, dat ene sprintje, dat laat ik even schieten. Maar ik vind als je gefocust blijft en als je volgas alles doet, dan hoef je ook niet telkens weer terug te rennen. En dat hebben we goed gedaan. Ik denk dat je uiteindelijk dan de meeste energie overhoudt. Ja. Baal je dan niet als een stekker dat je niet zelf nog een goal maakt? Ik vind scoren altijd leuk, maar in deze wedstrijd was dit nodig en het heeft geholpen. Ze balen hier dat ze dat kunstgras hebben weggehaald? Ja, nee, ik vond het lekker om op gras te spelen. Dus, is het een goede mat? Ja, dat is prima. Ja, ik kan moeilijk zeggen dat het slecht was. Ja. Even een kleine quiz. Wie maakte de zesde goal? Oh, geen idee. Okay, dat was Anthony. Okay. En hoeveel heeft Traoré uiteindelijk gemaakt? Ik weet niet, 5 of 6 zeiden ze in de kleedkamer. 5, oké. Okay. Ja, mooi. En hoe is het, hoe is de sfeer nou in het team? Ja, goed, als je natuurlijk zo wint, is het natuurlijk lekker. Maar we moeten dinsdag weer. Het is niet zo dat we nu even vanavond als Amsterdam ingaan, kan sowieso niet. Maar we moeten ons gewoon focussen op dinsdag. Vandaag nog eventjes een beetje van genieten, maar dan ook weer verder. Heb je op enige manier nog medelijden met VVV? Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk voel je je kloten voor die gasten en als je ze na de wedstrijd ook ziet, dan natuurlijk. Maar in de wedstrijd, wij willen zoveel mogelijk doelpunten maken en dat is topsport. En zo is dat gewoon. Tuurlijk, gun je ze dat niet, maar we gunnen onszelf ook het beste. Ja. Heb je nog tegen Klaas gezegd, die kwam er nog even in, die maakte ook nog even een paar goaltjes? Ja, ik dacht dat hij nog een hat-trick zou maken, maar het zat helaas niet in. Hey, hoe kijk je nou naar aankomende dinsdag? Want ik bedoel, het is natuurlijk allemaal hartstikke leuk dit, maar het is een serieuze pot. En, deze hebben we goed afgesloten en dinsdag is weer heel wat anders. En, zeker na het resultaat van woensdag is dat gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Ga je nog een klein biertje drinken vanavond? Nee, dinsdag is spelen, dus we houden het serieus.